Goed dat je kijkt naar een nieuwe transfervideo. Ja, de afgelopen dagen staat de transferwereld in ieder geval op sommige plekken een beetje in brand. De competities zijn begonnen, het zijn er maar 2 weken. En we gaan nog zoveel mogelijk transfervideo's maken in die komende 2 weken. Dus hopelijk heb jij er zin in. Doe vooral even een blauwlampje omhoog op deze video. Abonneer op Twinity als je het niet gedaan hebt. Onderweg naar de 105.000 abonnees. En dan kunnen we snel beginnen. Ook nieuw is dat net de nieuwe 2022-2023 kaarten van de Eredivisie op Sorare zijn gedropt. Dat betekent dat er heel veel nieuwe spelers op staan die we nu wel kunnen gaan scouten en kunnen gebruiken voor onze club. Zoals je ziet, een Bergwijn heeft eindelijk zijn kaarten, die kan je nu op bieding winnen. Maar denk ook aan spelers als bijvoorbeeld in Saibari, die natuurlijk ook nog niet op Sorare zat. Er zijn heel veel spelers nu van de Eredivisie die we kunnen gaan scouten. Ook de Pro League is erop. Dus speel je nou nog geen Sorare? Wil je weten wat het is? Doe dan vooral even op het i'tje. Het is een fantasy voetbalgame. En als je het nog niet speelt en het wil gaan doen, dan moet je je aanmelden via de link boven in de beschrijving. Meld je namelijk via die link aan. En win je in de komende maand 5 spelers via de New Cards Auctions. En bijna alle kaarten, of ja, veel kaarten die nu erop komen van die nieuwe kaarten vanaf de Eredivisie, dat zijn New Card Auctions. Dan krijg jij een gratis Tier 3 Limited kaart van één van de top 5 competities. Zoals je al ziet bij een Luc de Jong, die is dan nu nieuw. En zijn versie van Barcelona, die krijgt dadelijk een min in zijn XP bonus. Dus dan is de nieuwe kaart iets beter om te gebruiken. Deze kaart ben ik echt nog van plan om te halen trouwens. Maar goed, doe het vooral. Enorm veel mensen melden zich aan. Ik kan hier nog een video van maken op mijn tweede kanaal waar ik dus allemaal zo'n video's op maak. Laten we maar snel beginnen met de transfervideo. Om te beginnen met Dele Alli, die een overstap gaat maken naar het Turkse Beşiktaş. Momenteel onder contract bij Everton, maar gaat daar dus weg. Hij wordt gehuurd door Beşiktaş. Ik denk dat Beşiktaş blij is als ze een grote naam kunnen binnenhalen. En hoe hij daar gaat doen, ja, hij zal dat vast prima doen. Want het niveau in Turkije is ook lager natuurlijk dan in de Premier League. Ondertussen al best wel een oude speler ook, of niet? Nee, maar hij is pas 26. Het voelt alsof hij al veel ouder is, omdat hij gewoon natuurlijk al jaren in de Premier League speelt. Maar ik kan inderdaad nog herinneren dat hij bij Tottenham een jaar het grootste talent van de competitie zo was. Maar het is jammer dat we daar niet meer echt van zien wat we er ooit van zagen. Nou ja, hopelijk kan hij zijn carrière een nieuwe push geven in Turkije en gaan we hem daar veel zien spelen. Kerer, defender of verdediger van Paris Saint-Germain, speelde daar natuurlijk niet echt omdat hij zoveel concurrentie heeft gehad de afgelopen jaren. Was nooit een onbetwiste basisspeler. En nu Marquinhos, Sergio Ramos, Kerer blijft maar ingehaald worden door concurrenten die aangetrokken worden en noem maar op. Dus voor hem is het goed dat hij een transfer maakt. Hij gaat weg bij Paris en hij gaat naar West Ham United toe. Een mooie ploeg, een mooie club. Als je daar aan het spelen komt, is een mooie stap voor jezelf ook. Want ja, dan kan je uiteindelijk gewoon wel opbouwen naar een topclub als je daar een onbetwiste basisspeler wel wordt. Dus ik snap deze overstap volledig. West Ham betaalt 12 miljoen euro, wat, ja, weet je, ik weet niet of deze kerel daadwerkelijk zo'n belachelijk goede voetballer is, omdat ik hem niet vaak heb zien spelen en nooit echt op zijn spel heb gelet. Dus ik durf niet te zeggen of het veel of weinig geld is, maar ik denk wel een prima bedrag voor West Ham. En hopelijk kunnen ze veel gebruik van hem gaan maken. Kiel Scherpe gaat naar Vitesse toe. Hij wordt uitgeleend vanuit Brighton. Scherpe het afgelopen seizoen ook al uitgeleend. En het ding wat ik een beetje heb, is dat Vitesse veel te laat heeft geschakeld richting een nieuwe keeper. Ik vind het jammer dat Vitesse misschien niet is gegaan ook voor, vanuit het belang van Ajax misschien wel. Dat ze hebben geprobeerd Jay Gorter te lenen. Misschien had Ajax dan wel doorgepakt met een Jasper Cillessen, want nu was er geen ruimte voor een nieuwe keeper. En ja, natuurlijk, daar heeft Vitesse helemaal geen belang bij. Maar uiteindelijk zijn ze daardoor dus nu terechtgekomen bij Kjell Scherpen, wat ook geen topkeeper is. Anders had hij nog wel bij de selectie van Ajax gezeten natuurlijk. Hopelijk gaat hij het bij Vitesse wel goed doen. Heeft natuurlijk goede momenten bij FC Emmen gehad. En verder, ja, eigenlijk een beetje kut. Strand Larsen dan, we gaan het weer over hem hebben. Ja, het is toch wel echt een transfersoap aan het worden tussen Groningen, Mark-Jan Flederis en Strand Larsen. En wat Larsen nu doet is zich heel erg provocerend opstellen in de media richting de club. Hij heeft letterlijk gezegd van ja, kijk, dit is wat Groningen met hun spelers doet. Hij zegt dat hij mentaal er helemaal doorheen zit, omdat hij heel graag weg wil. Dat hij ook minder op de trainingsvelden kan laten zien nu. En ja, ik ben bang als het zo doorgaat. En ik snap maar niet waarom Groningen hier zich zo erg tegen verzet. Dat je echt een speler krijgt die zo ongemotiveerd is het komende seizoen. Dat kan alleen maar zorgen voor problemen in de selectie. Flederis zegt op zijn beeld weer dat hij gewoon duidelijk is en direct is geweest tegen Strand Larsen. En dat is hij al weken lang geweest. Dus
Van de andere kant kan je Groningen ook respecteren en begrijpen, want hij heeft nog een contract, tuurlijk. Maar ja, 10 miljoen euro kunnen ze voor ontvangen. Voor een transfer naar bijvoorbeeld Middlebro. Dat zou een topbedrag zijn voor FC Groningen. Dat is de begroting van een aantal eredivisieclubs die momenteel in de competitie spelen. Die krijgen ze dan in één keer in de schoot geworpen. Maar ja, kijk, als ze het hadden gedaan, en daarbij snap ik Groningen dan wel, dan hadden ze dat een aantal weken geleden gedaan. Nu hebben ze nog maar 12 dagen, omdat ook de transferperiode toevallig een dag eerder sluit in Nederland, ongeveer 13 dagen, om nog op zoek te gaan naar een nieuwe aanvaller. En misschien hebben ze daar wel een beetje rekening mee gehouden en hebben ze iemand op hun lijstje staan, prima. Maar als ze het een aantal weken geleden hadden gedaan, hadden ze veel meer tijd gehad. En misschien wil Groningen proberen daar meer dan 10 miljoen uit te halen. Maar dat lijkt me ook eigenlijk heel lastig. Hanko, de nieuwe opvolger van Senesi bij Feyenoord. Het exacte bedrag, volgens de Tsjechische media, 6 miljoen euro. Nederlandse media heeft zich daar nog niet enorm veel over uitgelaten. Maar het zou best wel veel geld zijn voor een Feyenoord aankoop. En ja, laten we hopen dat hij in ieder geval heeft wat Senesi ook had. Of in ieder geval in die positie kan groeien. Want het zijn best wel grote schoenen die opgevuld moeten worden natuurlijk achterin bij Feyenoord. Maar ja, Trauner zou hem er best wel bij kunnen helpen, denk ik. En dan, ja, dat klopt, de 13e aanwinst van Feyenoord dit seizoen. Waar dus ook een aantal onbekende namen bij zitten, wat altijd wel leuk is om te zien. En ja, deze Hanko, voor mij persoonlijk, ook een onbekende naam. In kannen en kruiken, Memphis Depay naar Juventus. Het is ronde, het is klaar. Het enige wat nu nog moet gebeuren, is als zijn contract bij Barcelona ontbonden wordt. En ja, dan lijkt Barcelona nu dus Aubameyang kwijt te raken. Dat is zo goed als zeker. En Depay. En dan heb je eigenlijk alleen nog maar als echte, ja, speler die ingezet kan worden als nummer 9, Lewandowski. Waar je eerst eigenlijk 3 breed had. Dus ja, en Ferran Torres kan er ook staan. En misschien een Fatih als het moet, een wedstrijd. Natuurlijk die onbetwiste nummer 9 is Lewandowski. En dan moeten spelers weg. Dus ik snap ook al dat Barca dit gewoon doet, hoor. En voor Depay is het mooi. Bij Juventus gaat hij sowieso minuten maken. Dybala is natuurlijk weggegaan. Vlahovic speelt er natuurlijk wel voor in. Di Maria, Kostic zijn gekomen. Het wordt een interessante aanval die Juventus komend seizoen heeft. En ik hoop dat Depay daar mooi deel uit van kan gaan maken. Carlson van AZ kwam over voor iets meer dan 2,6 miljoen euro, als ik goed heb, van het Zweedse Elfsborg. Ooit. En kan nu, of ooit, ik geloof dat dat 2 jaar geleden is. Ik probeer even uit... Ik probeer niet uit de duim te zuigen, maar gewoon uit mijn losse pols een beetje te zeggen. Maar hij kan nu voor een bedrag van 15 miljoen euro vertrekken. Dat weten we al langer. Alleen deze transfer duurt ook langer dan dat eigenlijk zou moeten. Want ik denk dat AZ ook wel een beetje twijfel of ze dit moeten doen. Hij was ook geblesseerd nu de afgelopen weken. Hij speelde in ieder geval niet mee. Misschien heeft dat ook wel iets met een transfer te maken. Dat hij zijn blessure niet wil forceren ofzo. Of dat hij een vertrek wil forceren juist. Maar Celta de Vigo en Bournemouth zijn beide nog altijd geïnteresseerd. Beide nog altijd welwillend om er 15 miljoen euro voor te betalen. En ik ben benieuwd wanneer dit nou eindelijk een keer gaat gebeuren. Want het duurt echt te lang. En er zit al zo lang een stop op. Alleen, ja, ik ben wel benieuwd wanneer hij eindelijk groen licht gaan krijgen. En dat hij eindelijk weggaat. Misschien wil AZ meer geld voor hem hebben. Maar ik denk niet dat ze dat gaan krijgen. En eigenlijk vind ik 15 miljoen altijd best wel een prima bedrag. Ja, je weet maar nooit wat er gebeurt, hè, in die laatste dagen van de transferperiode. Ja, en kan dan het nou maar rare bewegingen. En dat kan dus ook gebeuren bij ploegen die een aanvaller zoeken en terechtkomen bij AZ. Dan kunnen ze misschien, wie weet, 20 miljoen betalen. Omdat ze dan echt de nood hebben. En ja, AZ, ja, die nieuwe linksbuiten, of ja, dan weet hij van Bredenhoven of zo, die doet het prima. Of hij meteen de positie van Carlsen kan opvolgen, dat durf ik niet te zeggen. Ik wil even geruchten de wereld uit helpen. En ik bespreek transfergeruchten van alle niveaus, zoals jullie weten. Maar er wordt meteen wel heel veel geschreven over Kylian Mbappé. Hij zou enorme problemen hebben in de selectie. Hij zou ruzie hebben met Neymar. Ja, niemand weet of dit echt in de kleedkamer ook zo is gegaan. Het is meer een social media ruzie geworden, omdat Neymar allemaal dingen heeft geliked over de situatie van de wedstrijd waarbij Mbappé bij een aanval van Paris Saint-Germain gewoon letterlijk niet meer meeliep omdat hij de bal niet kreeg. Terwijl die bal die gespeeld werd op Messi, als ik het goed heb, die was veel logischer om te spelen. En uiteindelijk, als Mbappé was meegelopen, had hij die bal misschien nog wel kunnen maken ook. En dat soort gedrag moet absoluut niet getolereerd worden bij een ploeg. En ja, ik zou niet... Kijk, een speler als Mbappé kan je gewoon niet
buiten de selectie zitten. Of in ieder geval een soort van 13,8 kilometer straftraining aan te lopen. Zoals er bij Manchester United gebeurt. Want dan is hij weg. Dat doet hij niet. Maar ja, hoe ga je er nu wel mee om? In verschillende kranten, dat zijn vooral tabloidkranten, wordt nu meteen gesproken dat door de problemen binnen de selectie misschien dan toch nog wel een kans erin zou zitten dat Real weer opnieuw toenadering zou zoeken tot Neymar of tot Mbappé. Maar ik denk eerder dat je dat andersom moet zien. Dat Mbappé misschien eerder naar Real wil. Maar Real gaat denk ik nu niet meer buigen voor een transfer van Mbappé, omdat ze hem in de zomer gratis hadden kunnen kopen. Ja, en nu is hij niet meer gratis. Nu heeft hij weer een nieuw contract en kost hij wat tussen de 100 en 200 miljoen. Dus de kans dat dit gebeurt is echt minimaal. Maar het is wel grappig dat dit gerucht weer de wereld in geblazen is. En de rest van de video gaat, ondanks wat ik zei dat ik de voorkeur niet zou doen, over Manchester United. De club staat in brand. Er lijkt een beetje licht te komen aan het einde van de tunnel, omdat er een nieuwe eigenaar op de loer ligt. Ook de eigenaar van Nice. De eigenaar van de wielerploeg van Sky. En hij is nog van een aantal dingen eigenaar. En op zich is dat geen probleem als hij de club over zou nemen. Ik denk dat het heel goed zou zijn bestuursvormig voor United als we dat zouden doen. Maar we hebben nu even over transfers. We beginnen met Jan Sommer. En ik zei in de vorige video zei ik al van ik denk dat United als een kat in de nauw dan echt hele rare moves gaat maken. Heel veel spelers gaat benaderen. En uiteindelijk een aantal transfers gaat doen die uiteindelijk niet zullen gaan slagen. En eigenlijk na mijn vorige video hebben we de afgelopen 2 dagen zo ontzettend veel geruchten gezien. Onder andere ook heel veel die geconfirmed zijn door Fabrizio Romano, waar United oprecht voor heeft gevraagd. En waar ze echt gewoon nu aan het proberen zijn spelers los te trekken. Een leuk nieuwtje trouwens over Fabrizio Romano is dat hij zich officieel heeft aangesloten bij Sorare. Hij zal voor Sorare ook content gaan maken. En onder het mond van het format Harry Scout. Dus dat is heel leuk. Als je nog geen Sorare doet nogmaals, meld je dan even aan via de link. En ja, je kan dus een gratis limited kaart winnen als je 5 kaarten wint. Maar ja, ook Mbappé heeft zich worden aangemeld, sorry, dus het zegt ook al wel over het platform. Maar goed, ja, Jan Sommer, laten we even snel maar beginnen. De Gea maakte een blunder vorige wedstrijd. De Gea is een prima linekeeper, maar is al jarenlang niet meer echt de Gea die het ooit was. Ik zou het een beetje raar vinden als hij nu vervangen zou worden, aangezien daar niet per se de problemen nu zitten. Maar goed, er is interesse, dat weten we. En Jan Sommer, die kleine keeper van Gladbach, ik denk ook niet dat hij gaat komen. Maar goed, dus 1 van de 4... United spelers waarvan ik denk dat ze het meest voor de hand liggend zijn nu, met de grootste kans dat ze komen. Dat wel. Op nummer 2 staat dan Meunier. Rechtsbackpositie bij United lijkt een groot probleem te zijn. En Wan-Bissaka is geen vertrouwen meer. Crystal Palace zou een bod van 12 miljoen euro misschien willen gaan uitbrengen om hem terug te halen naar Palace. Dat zou een verlies van 43 miljoen euro zijn voor United. Diogo Dalot, die leek in de voorbereiding een nieuwe rechtsback te gaan worden. Maar komt nu heel erg slecht uit de verf tot nu toe. En dus zijn ze doorgeschakeld naar Meunier. Dat zou de nieuwe rechtsback voor United moeten worden. Zou niet heel duur zijn. En ook deze lijkt mij op zich wel realistisch en haalbaar. Er komt nog een andere. Deze Meunier zit dus ook in de top 4. Maar Serginho Dest wordt ook opnieuw genoemd. Die zit dus niet in de top 4. Maar dat zou wel een logische optie zijn voor United. Omdat hij al met Ten Hag heeft samengewerkt. Alleen verdedigend lijkt hij een beetje op Wan-Bissaka, denk ik. Meer aanvallend ingesteld. Ja, het is allemaal niet heel goed. Dan de meest voor de hand liggende transfer voor United. Casemiro. Nou ja, qua prestige van de speler is het wel de beste van alle spelers die in de lijst staan, denk ik. Hij zou openstaan voor een gesprek met Erik ten Hag. United wil hem de best verdienende speler van de hele selectie maken. En United wil 70 miljoen euro aan Real Madrid betalen. Dit zijn niet zomaar dingen die ik nu opnoem. Dit is allemaal zeker. Dit is allemaal, het staat overal. En als United het doet, hebben ze wel een ideale nummer 6 speler. Want Casemiro is niet normaal. Gewoon, ja, wat voor speler hij is natuurlijk. Heel wel vaker met Varane samen gevoetbald natuurlijk bij Real. Dus misschien zou dat ook wel een voordeel kunnen zijn. Ik ben benieuwd hoe Casemiro hier tegenover staat. En ik weet ook niet of Real dit nou per se heel erg vindt. Met Camavinga daarachter natuurlijk. Tchouaméni die ze hebben gehaald. Valverde. Er zijn genoeg middenvelders. Maar de schoenen van Casemiro vullen, dat doe je niet zomaar. Ja, en tenslotte Pulisic. Die willen ze misschien lenen van Chelsea. Ook die is voor dan liggend. En ook die zou kunnen. Ja, Pulisic speelt niet heel veel bij Chelsea. Was ooit een heel groot talent. Maar heeft nooit echt helemaal daar gemaakt. En ja, het zou prima zijn voor diepte en versterking in de aanval van United. Ik denk nooit dat ze hem gaan kopen. Ja, maar zo zijn er ook veel meer spelers waar United dus de afgelopen 2 dagen naar heeft geïnformeerd. En het lijkt wel een beetje alsof die hele watchlist, en iedere ploeg heeft zo'n watchlist,
op straat is komen te liggen. Maar United is ook daadwerkelijk alle nummertjes aan het bellen lijkt al zo. Ik wil ze even snel benoemen. Ik ga ze niet allemaal één voor één bespreken. Ten eerste Cunha, aanvaller van Atletico. Morata, aanvaller van Atletico. João Felix, aanvaller van Atletico. Dat wil dus zeggen dat ze de hele aanval van Atletico zowat hebben benaderd voor een transfer. Cunha 50 miljoen euro, afgewezen. João Felix is niet te koop. En Morata, ja, dat leek eigenlijk een beetje een onzinnig gerucht te zijn achteraf. Maar die andere twee is wel echt gebeurd. Cody Gakpo, misschien gaan ze daar nog voor. Maar Anthony, volgens Fabrizio Romano vandaag gepost, gaan ze daar nog een nieuwe nog een nieuw gesprek over beginnen met Ajax. Om hem misschien toch een nieuw nieuwe poging te doen om hem los te krijgen. Maar het gaat ze ook niet lukken. Aubameyang, zouden ze zich nog wel willen gaan mengen? Lijkt mij ook onzin. Rabiot, die gaat niet meer door. Terwijl ze wel zoveel geld gaan betalen voor Casemiro. Hebben ze het niet over Rabiot. Milinkovic Savic, horen we weinig van. Was wel ooit bijna concreet. Ruben Neves, lijkt mij onzinnig. Serginho Dest, Mauro Icardi, Pau Torres. En ik zweer het je, ieder uur komen er spelers bij op de watchlist van United. En dit zijn allemaal spelers. De helft van deze lijst is er de afgelopen 48 uur bijgekomen. En ik begrijp echt niet wat er nu bij die club aan de hand is. Het is prachtig om mee te maken. Ondanks dat ik United fan ben, voor de transfermarkt is het wel even om te smullen. Rumor FC wordt United momenteel genoemd. Wat een dramatische situatie. Ja, dit was de transfervideo van vandaag. Ik hoop het de volgende keer niet zoveel over United weer te hebben. Maar het moet momenteel wel. Wat daar gebeurt, snapt niemand. Hopelijk vond je een leuke video. Heb jij een blauw duimpje omhoog gedaan? Geabonneerd op Twinity. En dan zie ik jou de volgende keer terug. De ballen, later.